Welkom bij weer een nieuwe video op mijn tweede kanaal, Timo, het Zorer kanaal. Waar we vandaag weer terug zijn met best wel een belangrijke video als je het aan mij vraagt. Een video waar een aantal van jullie om hebben gevraagd. Hoeveel geld heb je nodig voor Zorer? Heb ik natuurlijk al gemaakt. Maar kan je ook Zorer spelen zonder geld en hoeveel levert dat dan op? Ik denk persoonlijk van wel en ik ga jullie in de video van vandaag laten zien hoe dat dan zou gaan. Voordat we beginnen wil ik je even vragen om te abonneren. Ben je nog niet aangemeld op Zorer? Nogmaals, ik zeg het in iedere video die ik maak, maar meld je dan aan via de link bovenaan de beschrijving. Doe je dat namelijk via die link en win je 5 kaarten via de New Cards Auctions, dan krijg jij een gratis limited kaart. Zo'n limited kaart kan oplopen tot bijvoorbeeld hier 20 euro of zelfs, als je heel veel geluk hebt, 50 euro of een tientje of 5 euro. Het is gewoon extra en gratis en je krijgt die limited kaart niet als je geen geld in Zorer stopt. Maar goed, dan maakt voor deze video niet heel veel uit, want het gaat over in de video of je ook Zorer kan spelen als je geen geld hebt. Want als je je Zorer club start, dan krijg je altijd een aantal common kaarten. Dat zijn deze witte kaarten. Iedereen krijgt er geloof ik 11. En zoals je ziet, bij mijn eerste 11 zaten bijvoorbeeld al Thomas Müller, wat een speler was die altijd speelde en heel erg goed was. Of bijvoorbeeld, ja, er zaten dan meer bij die wel redelijk waren. Marafona heeft ook een hoge score momenteel. Maar je krijgt altijd wel een aantal redelijke spelers. Daarmee heeft Zorer nu ook nog eens ingesteld dat het heel erg ziek is, wat het jou echt wel makkelijker maakt om meer van dit soort kaarten te krijgen. Dat iedere nieuwe speler, iedere dag als ze inloggen, een common kaart krijgt. Ja, als je dus al een account hebt aangemaakt, dan kan dat geloof ik, ja, niet meer. In ieder geval als je account voor 18 juli hebt aangemaakt. Heb je dat nu gedaan, dan kan dat dus wel. Ik weet niet precies wat voor type common kaart je krijgt. Of je tier 2 of 1 of stars krijgt. Misschien verschilt het gewoon. Maar ook daarmee krijg je best wel snel nieuwe common kaarten. Die kan je niet verhandelen, kan je niet verkopen. Dat moet je wel gewoon in gedachten houden. En nog een kleine tip, wat misschien wel handig is. Ik had als favoriete club Manchester United gekozen. Maar omdat Zorer niet de licenties heeft van Manchester United, kreeg ik dus geloof ik daardoor willekeurige spelers. Ik heb bij meerdere mensen gezien, als je bijvoorbeeld Paris Saint-Germain of Barcelona kiest, dan krijg je dus sowieso best wel een goede speler van Paris Saint-Germain of van Barcelona. Sommige mensen hebben wel een Neymar gekregen. In ieder geval echt spelers die spelen bij die grote ploegen die ook goede punten halen. En zoals je ziet heb ik daarna, sinds ik die spelers heb gekregen, best vaak meegedaan in competities. En daar wil ik even dieper op ingaan, want ook daardoor heb ik een aantal prima spelers gekregen, zoals Mignolet, Anthony Lopez, allebei tier 1 kaarten, die echt wel ervoor kunnen zorgen dat je op lange termijn iets van geld kan verdienen. Zorer doet namelijk heel erg hun best om, ja, het toegankelijker te maken voor mensen die geen geld willen investeren. En ik ga laten zien waarom. Kijk, zonder geld kan je altijd meedoen aan de casual competitie. Die is er eigenlijk altijd al. En daarin winnen de beste 100 mensen een tier 3, tier 2 of de allerbeste. Maar die kans is heel klein dat je dat wordt. Een tier 1 limited kaart. Een tier 3 limited kaart is een paar euro waard. Een tier 2 limited kaart, dat kan toch wel een paar tientjes waard zijn. Mijn Sam Beukema is nu 90 euro waard. Die heb ik ooit als tier 2 limited kaart gewonnen in een competitie. En een tier 1 kan meer dan 100 euro waard zijn. Dus dat zijn echt wel ziekere kaarten als je die wint met een gratis, nogmaals gratis competitie. Iedereen kan hier aan meedoen. En het is oprecht ook gewoon leuk om te doen, vind ik. Maar ja, daarmee maak je al kans op het winnen van iets. Maar onlangs heeft Zorer ook nog eens de Academy toegevoegd. Ook een competitie waarin je vijf common kaarten kan inleveren. Maar in deze competitie kan je als je wil ook 2 limited kaarten doen. Als het goed is, krijg je die limited kaarten. Ik kan het even checken. Een bonus van 20%, waardoor het daardoor wel iets makkelijker is. Of van 40% zelfs, om een hoge score te halen. Ja, stel Sinan Bola te halen, score van 52. Dan komt er gewoon bijna, ja, 20 punten of zo. Misschien nog wel iets meer. Ja, iets meer dan 20 punten komen er dan bij. Terwijl als Anthony Lopez op doel zou staan, dan zal je meteen al 20 punten missen. En in die Academy kan je op zich best wel makkelijk ook weer nieuwe kaarten verdienen. Haalt je team meer dan 400 punten, wat op zich wel redelijk lastig is. Vijf spelers heb je dus. Dus dat zijn 80 punten gemiddeld per speler. Dat is echt wel lastig. Maar dan krijg je dus een kaart die geld waard is. Ik denk eigenlijk niet dat je dit heel makkelijk kan halen als je alleen maar met common kaarten speelt. Die star common die kan je wel halen met alleen maar common kaarten. Dat is namelijk 300 punten. Dat is 60 punten per speler. Moet op zich wel te doen zijn. En je moet het een beetje zo zien. Als je één keer of twee keer zo'n star common kaart haalt, wat kan? Want als je zeg maar eerst een team hebt met tier 1, tier 2
commonkaarten. En je hebt uiteindelijk een team met alleen maar tier 1 commonkaarten. Dan wordt je team weer beter. En dan heb je uiteindelijk een team dat 1 of 2 keer een starkaart kan halen. En als je dan een aantal starkaarten in je team hebt, dan kan het zomaar zijn dat die weer starkaarten voor jou winnen. En als je uiteindelijk een team hebt met 5 of meer starkaarten, dan kan je week in, week uit strijden toch wel voor die top. Zoals je ziet hier een Anthony Lopez, die ik net zien, die heb ik dus momenteel. En ik heb een aantal meer starkaarten waarschijnlijk die ertussen staan. Waardoor ik nu, als iedereen speelt in het weekend, een team heb dat eigenlijk altijd wel in de top 10 eindigt. Top 10%. Ja, nogmaals, ik speel hier eigenlijk niet voor, want ik vind het pas echt leuk worden als je met echt geld speelt. Dus dat je echt tier limited kaarten en rare kaarten kan kopen. Die leveren gewoon veel meer geld voor je op uiteindelijk. Check vooral andere video's daarover als je daar meer informatie over wil. Dit is echt voor de mensen die het gratis willen doen. Maar wat ik wil laten zien is dat Sorare echt een best doet door van drie limited kaarten iedere gameweek naar 100 kaarten iedere gameweek in de casual is gegaan. En dan heb je ook nog eens de Academy. Nou, ik ga eventjes twee teams invullen. Bij de casual, ja, het maakt in principe niet heel erg veel uit. Maar ga ik voor dit team? Ik heb niet heel veel onderzoek gedaan hierna. Eigenlijk helemaal geen. De competities beginnen natuurlijk weer. Dus ik moet wel een beetje kijken wie sowieso speelt en wie niet. Ik weet alleen maar eigenlijk van deze Tashi Banada dat hij speelt. Die speelt de afgelopen week ook best wel goed. Met Diego Rossi speelde de vorig seizoen op het einde heel goed. Dus ik ga voor hem. En ook belangrijk om te weten is dat je alleen maar ook aan de Academy kan meedoen als je niet meedoet in limited of rare competities. Dus het is eigenlijk ook echt gemaakt voor mensen die ja, nieuw zijn. Die nog niet veel geld in het platform hebben en die daardoor met gratis spelers meedoen. Kijk, ik kan dan nu wel het voorbeeld laten zien en dat doe ik ook gewoon met Bolat op doel. Trouwens, dat doe ik niet. Ik pak Mignolet op doel, want die is eigenlijk wel heel constant en die heeft een redelijk makkelijke wedstrijd thuis tegen Zulte. Dan laten we achterin maar bijvoorbeeld gaan voor Daily Blind. Laten we op middenveld gaan voor Hermans. Die speelt meestal wel in de aanval Berghuis. En dan als extra speler ga ik voor Gerson van Andes, die heel constant scoort. Dan mag je ook nog een aanvoerder toewijzen. Nou ja, als je een gratis speler pakt, prima. Die krijgt dan een bonus van 20%. Ik geef die bonus nu aan Berghuis. Dus dan heeft één speler sowieso een extra 20% nog. En als ik die twee niet zou pakken, maar twee limited kaarten zou pakken, zou het team nog altijd wel redelijk zijn. Maar dan maak je veel minder kans op rewards. Kijk dan naar de gemiddelde score van deze spelers. Dan zou ik... Ik tel het even bij elkaar op. Nou ja, trouwens, ik kan het beter zo laten zien. Dit geeft een veel beter beeld. Ik heb hier wel Müller gezet om even een voorbeeld te laten zien van het afgelopen jaar. Zoals je net zag, had ik die kaart van Thomas Müller. Maar dan zou ik dus bijvoorbeeld iedere week dit team kunnen opstellen met de spelers die ik nu heb. Wel rekening houden tot ik Berg... Huis en Blind heb die samen iets meer dan ja, bijna 600 euro kosten. Dus dit team kost dan wel geld. Maar je kan het ook met gratis spelers doen. Want die week misschien heb jij wel een gratis Blind of een gratis Berghuis. Maar dan zie je dat ik eigenlijk iedere gameweek dat alle spelers speelde. Ja, vanaf gameweek 210, en dat is echt al heel lang geleden, heb ik gewoon boven de 300 punten gehaald. Dus dan krijg ik iedere keer die star common. Dus eigenlijk krijg ik dan iedere keer weer een speler van de allerhoogste tier. En ik heb twee keer een scoren van boven de 400 gehaald. Dus stel, dit zou een team zijn met alleen maar gratis spelers. Dan zou ik dus twee keer boven de 400 zitten. Eén keer boven de 400 met een tier 3. En één keer boven de 450 met een tier 2 limited kaart. Door alleen maar te spelen van het spel. En nog altijd, ik heb, als ik dit het hele jaar had gebruikt, wat ik niet heb gedaan omdat ik nog niet zo lang een Sorare account heb, had ik ook al die keren een star common kaart erbij gekregen. Misschien had ik wel een keer een Mbappé of een Neymar of een Donnarumma die altijd keept. Spelers die week in week uit scores van 90 of 100 halen. En stel dat was het geval en ik had een keer een Kimmich of een Çalhanoğlu gekregen, dan zou de grafiek er ondertussen al zo uitzien. En dan wordt het nog interessanter. Ja, trouwens, die bonussen moeten wel even op 0 gezet worden, anders klopt het niet helemaal. Maar dan zie je dat ik hier bijna 400 had. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer een limited kaart gewonnen. Terwijl ik nog altijd hetzelfde team heb en alleen maar die star commons weer hergebruik in de casual academy, in de academy competitie. En nogmaals, de mindere spelers kan je dan weer in de casual competitie doen, waardoor ook die wel beter doet, waardoor je ook daar weer star common kaarten kan verdienen. En er zit geen limiet op hoe vaak en hoe lang je kan meedoen. Het blijft volledig gratis. En ik snap dat mensen dit denken en dit idee hebben en het zo willen spelen. En dat is prima, maar dat kan. Dus ik zou zeggen, doe het vooral en meld je aan via de link in de beschrijving die bovenaan staat. Ja, en nogmaals, het is een manier, maar het gaat wel maar echt om een paar tientjes die je daarmee kan winnen.
Die kan je dan wel willen. Die spelers kan je verkopen en het geld kan je gewoon innen. Maar je kan natuurlijk ook zelf wel een paar tientjes inleggen. Het hoeft niet per se heel veel geld te zijn, waardoor je een hogere bonus krijgt. En je kan die gratis limited kaart krijgen als je dus 5 kaarten via de nieuwe Cards Auctions koopt via de link in de beschrijving. En uiteindelijk moet je wel weten dat als je een paar honderd euro, als je het kwijt kan en jij bent het niet per se kwijt, maar als je het investeert en het is geen financieel advies, dat je dan wel veel meer kans maakt op het winnen van rewards en grotere prijzen en noem maar allemaal op. Kijk bijvoorbeeld naar mijn game week van vorige week. Ik had dit team. 4 van de 5 spelers speelden zelfs maar. Bedoya haalde een score van 100. Het is een NFT van 70 euro. Dat zegt niet veel. Koop hem niet omdat ik dit zeg, want hij speelt eigenlijk helemaal niet goed de afgelopen tijd. Maar ik heb 264 punten gehaald. En daardoor heb ik alleen al in deze week die threshold van 50 euro gehaald. Ja, ik kan die Bedoya nu doorverkopen. En dan heb ik 120 euro bijvoorbeeld. En dan heb ik die threshold nog altijd gehaald. Dat heb ik dus ook gedaan. En ja, je kan dan zoveel meer geld verdienen, wil ik daarmee zeggen, als je wel geld investeert. En het hoeft nog altijd niet veel te zijn. Ook wil ik in deze video nog even snel mijn upcoming Game Weeks maken. Ik doe iedere week mee in een casual competitie. Ik kan niet meedoen aan de Academy competitie, zoals ik net al zei. Omdat ik dus meedoe met de Rare en de Limited competities, die ik veel belangrijker vind. En in deze competitie speel ik met het volgende team. Grifo gaat erin, Sosa gaat erin, die heeft normaal een hogere score, maar speelde bij Kroatië mee. Die nog in zijn laatste 5 wedstrijden zijn, waardoor zijn scores iets lager lijken. We gaan voor Thomas Müller en als laatste speler ga ik dan voor Rossi. Ik maak van Müller wel gewoon mijn aanvoerder, het maakt me nooit heel veel uit. Maar zo'n team als dit zou echt wel kans kunnen maken op een star of een tier 1 common kaart. Check vooral mijn account. Dan kan je dat altijd in de gaten houden. Ik heet gewoon Twinity, dus dan zie je alle nieuwe kaarten die op mijn account komen. Daarna zoomen we mee in de Rare All-Star competitie. Ik moet gaan voor Hoyos, momenteel nog maar mijn enige Rare keeper. Achterin vind ik het heel lastig. En daar wil ik dadelijk misschien ook even op terugkomen. Maar ik denk dat ik momenteel nog altijd ga voor Alphonso Parot. Vertonghen speelde namelijk niet in de Champions League wedstrijd tegen Michelin, was het geloof ik. En daardoor ben ik een beetje bang dat hij ook gepasseerd wordt in de eerste thuiswedstrijd tegen Arauca. Dus ik ga voor zekerheid en namelijk ga ik voor Parot die gewoon week in week uitspeelt. Klaasie speelt ook altijd, is gewoon een goede puntenpakker. Moussa Dembele gaat weer aan een fris seizoen beginnen bij Olympique Lyon, die sterker lijken dan vorig jaar. En als extra speler vind ik het opnieuw wel lastig. Leaky G had een midweekse wedstrijd en zat daar op de bank. Ik denk om rust te krijgen, want normaal speelt hij altijd en haalt hij redelijke scores. Voor een NFT die maar 60 euro of zo kost momenteel. Arangui is even een moeilijke pot, maar gaat waarschijnlijk wel gewoon spelen. Maar ja, uit Dortmund, daar verwacht ik niet veel van. En voor Tongen weet ik dus gewoon niet zo goed. Dus ik denk dat ik dan toch voor Leaky Jega, of Leaky G, en hiermee gewoon een dubbele threshold wil proberen te pakken. Ik heb voor Klaasje als aanvoerder. Misschien dat ik op het laatste moment nog even ga switchen naar Moussa Dembele. Maar ik weet niet heel goed hoe goed hij momenteel in zijn vorm zit naar de pre-season. Dus daar wil ik eerst een beter onderzoek naar doen. Dat is in ieder geval mijn All-Star Rare Team. Bij All-Star Limited gaan we voor Bolat op doel. Ik heb nu mijn tweede keeper erbij gehaald. Dat is namelijk Jasper Cillessen. Die gaat naar NEC toe. Zit ook in mijn volgende transfer video. Maar daardoor verwacht ik wel dat hij ook veel punten kan pakken. In de verdediging gaan we sowieso voor Blind. Haalt gewoon veel punten. En ja, uit Fortuna is een makkelijke pot. Thuis Emmen is ook makkelijk voor Sangaré. En vervolgens in de aanval Berghuis. En dan als extra speler. Ja, hier kan ik gaan voor Nieuwkoop. Ik kan gaan voor Vertonghen, maar ik twijfel daar ook al over. Ik ga gewoon voor Beukema. Ik verwacht dat hij basis speelt en hoge punten pakt. En ik kies Berghuis als aanvoerder. En als laatste, omdat ik dus meerdere limited kaarten heb, omdat je ook gewoon een beetje een backup wil, heb ik ook nog een competitie in de Underdog Limited. En daarvoor ga ik op doel voor, ik denk, Higashiguchi. Het boeit niet heel veel, want die krijgen toch geen punten. Verdediging ga ik dan voor Nieuwkoop. Ik mag hier niet gaan voor Vertonghen, omdat hij te veel punten heeft gehaald. Middenveld, ja, Klaasje kan natuurlijk spelen, maar misschien krijgt hij niet de voorkeur. Ik ga dan toch gewoon voor Klaassen. In de aanval ga ik voor Veerman. Het lijkt alsof hij heel weinig punten heeft. Maar hij heeft een overstap naar Volendam gemaakt, waar hij waarschijnlijk gewoon altijd in de basis zal spelen. En in de aanval, ik geloof dat ik eigenlijk helemaal geen andere keuze heb, ga ik voor Hoedemakers. Hier verwacht ik persoonlijk eigenlijk ook helemaal niks, man. Ik maak Veerman mijn aanvoerder, maar dit is niet een opstelling waar ik verwacht punten mee te pakken. Dit zijn dus mijn teams. Deze 4 gebruik ik voor het komende weekend. En als ik eerlijk ben, verwacht ik een tier 1 of een star bij mijn casual. Dat boeit niet veel. Ik verwacht slechts een dubbele threshold bij mijn All-Star Rare.
Wat ik prima zou vinden, 50 euro. Daarmee, ik ben echt van plan nog een paar hele goede rare kaarten te kopen. Ik heb nog iets van budget nu, dus er komt er nog wel bij. Dat komt wel goed. Maar van deze verwacht ik heel veel. Met Limited All-Star, als Berghuis, Sangaré. Ja, ze hebben allemaal best wel goede potten om tegen te spelen. Go Ahead Eagles, Emme en Fortuna. Dat moet gewoon wel lukken. Bolat speelt thuis tegen Westerlo. Als hij de nul houdt, dan moet ik hier echt wel een tier 2 kaart kunnen winnen. Dus daar heb ik echt wel heel veel vertrouwen in. Daar kijk ik echt naar uit om dit weekend weer voor het eerst de Eredivisie in actie te zien. En dan mijn Underdog Limited is gewoon een team omdat ik de kaarten ervoor heb. Je weet maar nooit wat er gebeurt, maar ik verwacht er eigenlijk helemaal niks van. Dit was de video van vandaag. En nogmaals, ben je nog niet aangemeld op Sorare? Meld je dan vooral aan via link in de beschrijving. Ben je van plan er geld in te stoppen? Koop dan vooral 5 kaarten via de Newcast Auctions. Dan zijn ze vaak het goedkoopste. En koop je ze, dan krijg jij een gratis limited kaart die op kan lopen tot een paar teamtjes waar je dus best wel wat aan kan hebben. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op het kanaal Timo. En zie ik jou hopelijk de volgende keer weer terug. Later.